Welkom bij Weerwolven, de serie op Kicks Games die terug is van weg geweest. Een serie waar 12 spelers het tegen elkaar gaan opnemen. 2 spelers zijn weerwolven, 1 speler is een heks en 1 speler de Cupido. De rest? Simpele dorpelingen. Het doel van de weerwolven is om de dorpelingen 1 voor 1 in de nacht te verpulveren. De heks is de enige die kan zien wie de weerwolven uitkiezen en daar kan zij als enige een stokje voor steken. Ook is er de Cupido, die iemand aan zichzelf linkt die zal sterven wanneer de Cupido sterft. En andersom natuurlijk. Het wordt de eerste nacht en de spelers zullen naar hun kamer gaan om te zien welke spelers een bepaalde rol hebben en welke spelers dorpelingen zijn. Vanaf dan begint het spel en zal ik als verteller jullie gaan uitleggen hoe het spel zal verlopen. Jullie gaan de spelers namelijk niet horen, omdat ik ben vergeten om hun audio op te nemen. Vandaar dat jullie nu de hele tijd naar mijn stem mogen luisteren. Kijk, daar gaan ze, naar hun slaapkamer. De eerste nacht valt en het is tijd voor de weerwolven om als eerste wakker te worden. De weerwolven mogen namelijk met z'n tweeën een keuze maken wie zij willen laten overlijden in de eerste nacht. Zij mogen dan op de stoel gaan zitten van de speler die zij willen opofferen. Dat zal natuurlijk niet lichtgroen zijn of zwart, dat zijn namelijk de weerwolven deze ronde, maar zij kiezen ervoor om op de kleur oranje te gaan zitten. Lichtgroen zit al en daar komt ook zwart. Ze gaan terug naar hun kamer. Er is nu 1 speler die een stokje kan steken voor het overlijden van de kleur oranje. Dit is de heks. De heks is de kleur paars deze ronde en zij mag 3 keuzes maken. Zij mag 1 keer springen om mee te gaan met de keuze van de weerwolven. Zij mag 2 keer springen, dat kan ze eenmalig doen deze match om iedereen te redden. Er zal dan dus niemand sterven. Ze kan ook 3 keer springen. Ook dit kan maar eenmalig deze ronde. En daarmee kan ze deze persoon oranje redden, maar zal ze een andere speler moeten aanwijzen die moet sterven. Wat gaat de heks doen? 1, 2 of 3 keer springen? Ze moet geloof ik even nadenken, maar ze gaat zo ja kijk, precies, 1 keer springen. Nou, ze gaat mee in de keuze van de weerwolven en daarmee mag zij terug naar haar huis. Vervolgens zal ook de Cupido wakker worden. De Cupido, speler geel deze match, zal een geliefde moeten kiezen die zij aan zichzelf zal linken. Wanneer de Cupido sterft, sterft de geliefde mee. Wanneer de geliefde sterft, sterft de Cupido mee. Cupido maakt vandaag de beslissing om op de stoel donkerblauw te gaan zitten. En daarmee zijn speler donkerblauw en geel vanaf nu aan elkaar gelinkt. Dit is tevens de laatste beslissing die deze nacht zal vallen. De heks heeft een keuze gemaakt, speler oranje zal sterven en daarmee wordt iedereen wakker, behalve de kleur oranje. Alle dorpelingen komen terug naar het midden van de map, rond de tafel in hun troonstoelen. Ik weet niet wat een troonstoel is, maar ze zitten erop. Alle spelers verzamelen zich en het is nu aan de dorpelingen om te achterhalen wie van hen een weerwolf is. Jullie kunnen hun stemmen deze aflevering niet horen, vandaar dat ik jullie nu vertel dat zij aan het discussiëren zijn en uiteindelijk een stem zullen moeten gaan uitbrengen. Wie van hen is de weerwolf? Dat is de keuze die zij moeten gaan maken. Ze zullen allemaal tegelijk een kleur in de chat noemen. En daaruit blijkt dat de kleur donkerblauw het meest verdacht is volgens de spelers. Kleur blauw gaat in het midden van de tafel de lava in en geeft aan een dorpeling te zijn. Daarmee hebben de spelers dus nogmaals een dorpeling uitgeschakeld. En alsof dat nog niet erg genoeg is, is dit natuurlijk de geliefde van de Cupido. Daarmee zal gelijk de eerste ronde de Cupido zichzelf ook opofferen. En de Cupido is natuurlijk ook gewoon een dorpeling. En daarom hebben de spelers in de eerste ronde al 3 dorpelingen verloren. Een goede score voor de weerwolven. De spelers balen natuurlijk als een stekker, maar het spel gaat gewoon door. De spelers vertrekken terug naar hun kamer en maken zich klaar voor de tweede nacht. Een tweede nacht waarin de weerwolven wederom zullen toeslaan. De weerwolven keren terug naar het midden van de map en mogen samen een beslissing maken over welke speler zij willen opofferen. Samen gaan ze op de kleur lichtblauw zitten. Nu mag de heks weer naar voren komen. De heks krijgt te zien welke speler wordt opgeofferd. Lichtblauw. Gaat ze 1, 2 of 3 keer springen? De heks besluit om mee te gaan met de keuze van de weerwolven. Daarmee sterft lichtblauw en komen alle spelers weer naar het midden van de map. Wederom een dorpeling opgeofferd. Het is nu aan de spelers
om een nieuwe keuze te maken wie zij overdag willen opofferen. Kiezen ze dit keer voor een weerwolf of voor een dorpeling? Ze discussiëren een tijdje met elkaar en vervolgens is het weer tijd voor de stemming. En daaruit blijkt dat ze speler Bruin willen opofferen. Speler Bruin geeft nog even aan dat hij een dorpeling was voordat hij in de lava springt. Alle spelers balen. Een nieuwe nacht breekt aan en de spelers worden verzocht om terug te keren naar hun kamer. Er zijn nog enkele dorpelingen over en nog steeds 2 weerwolven. Het gaat nu enorm lastig worden voor de dorpelingen. Allereerst mogen de weerwolven weer naar het midden van de map komen. En de weerwolven mogen samen beslissen wie zij willen opofferen. Er ontstaat een discussie tussen de 2 weerwolven. Speler lichtgroen wil donkergroen opofferen en speler zwart wil speler roze opofferen. Uiteindelijk kiest speler lichtgroen ervoor om mee te gaan met de keuze van speler zwart. En samen gaan ze op de stoel van speler roze zitten. Daarmee is hun keuze bepaald. Nu mag de heks naar voren komen. De heks krijgt weer te zien dat speler roze is opgeofferd door de weerwolven. Zij kan hier natuurlijk nog een stokje voor steken. Springt zij 1, 2 of 3 keer? Ze gaat mee in de keuze van de weerwolven en daarmee sterft speler roze. De spelers mogen weer naar buiten komen en wederom met een dorpeling minder. Ze zijn nu bijna in de minderheid. Er zijn nog enkele dorpelingen over en nog steeds 2 weerwolven. Er wordt weer aan de spelers gevraagd of ze met elkaar willen discussiëren wie zij de verdachte weerwolf vinden. Na een kort overleg waarin alle spelers kunnen aangeven wie zij verdacht vinden en waarom, bijvoorbeeld omdat ze een lelijke kleur hebben of omdat ze te weinig of te veel praten, is het de keuze door middel van de chat. Wie is het meest verdacht? Daaruit komt zwart naar voren. Zwart is natuurlijk één van de eerste weerwolven en dat wordt ook gemeld. De spelers zijn in alle staten. Maar de nacht breekt aan. Er is nog steeds 1 weerwolf en die moet natuurlijk uitgeschakeld worden. Maar niet voordat de weerwolf nog eenmaal naar buiten mag komen om iemand te nomineren als slachtoffer. Hij gaat op het midden van de tafel staan en besluit vervolgens om speler rood te nomineren. En daarmee krijgt de heks ook nog een keer de keuze te zien om de speler rood te redden. Gaat ze 2 keer springen, 3 keer springen of gaat ze wederom mee met de keuze van de weerwolven? Ze kiest ervoor om 3 keer te springen en moet iemand anders nomineren als slachtoffer. Ze gaat op de stoel van lichtgroen zitten, de 2e weerwolf. Daarmee breekt een nieuwe dag aan en mogen alle spelers, behalve speler lichtgroen, naar het midden van de map komen. Ze hebben nog geen idee wat de heks heeft gedaan. Uiteraard heb ik ze uitgelegd dat de heks haar toverdrankje heeft ingezet om een andere speler te nomineren, namelijk speler lichtgroen. Dit was de 2e weerwolf. En bij dat nieuws zie je dat de spelers direct in alle staten zijn en dolblij en feesten, want de dorpelingen hebben gewonnen namens de heks. Vonden jullie dit nou een leuke video en wil jij volgende keer meedoen? Hou dan mijn Twitter in de gaten, staat in de beschrijving. En wie weet zit jij dan de volgende keer, met audio dit keer, bij de opnames. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer!